Wij spelen Dit is je ding. En bij Dit is je ding moet je one-liner gaan over een bepaald thema of onderwerp. Dat hebben ze van de week van mij doorgekregen. Rob, kom jij er eens bij, alsjeblieft. Want jouw ding is makelaars. Mag ik ook meegaan? Ja, Johan, kom jij er vast bij, want jij bent Ina. Leuk. Ja, makelaars. Bij de bezichtiging van het huis werd ik ooit zo kwaad op de arrogante makelaar dat ik hem alle hoeken van de kamer heb laten zien. Netjes. Als ze het bij de tv-makelaar hebben over een vervallen voorgevel, heeft presentatrice Natasha Froger nooit in de gaten dat het helemaal niet gaat om het huis. De Nationale Open Huizendag. Of zoals de Roemenen het noemen, generale repetitie. Volgens mijn makelaar had het jaren 30 huis vele authentieke elementen, zoals een kamer en suite, een terrazzovloer en een Joods gezin in de kelder. Wauw. Wauw. We zoeken de randjes op, merk ik. Johan, hoe ben je naartoe gekomen? Over Johan gesproken? Of, Nee, gewoon, hoe ben je naartoe gekomen vandaag? Ik ben met de trein. Met de trein. Dat is toevallig, want jouw onderwerp is het OV. Toevallig, mensen, niet waar? Het OV. Ik kwam hier met de trein dus naartoe en ik vroeg op Centraal Station aan een buschauffeur. Gaat u ook naar de opnames van Paroen Pats? Zei hij, nee, ik moet werken. Mijn ouders hebben trouwens nooit geweten dat ik een tijdje conducteur ben geweest. Ik ook niet. Dus hier kijk ik wel even van op. Ik vind dat niet te doen, dit. Hoe dan? Gek toch? Ja. De heilige maagd Maria, die had trouwens een AV-jaarkaart. Ja, ja. We gaan diep nu. Soms trouwens heb ik geen zin in het OV. En dan bel ik ook een taxi en die laat ik altijd bij de achterdeur komen. Want dat scheelt weer voorrijkosten. Oh, dit was het ook. Hier ga ik bij laten. Geef een applaus!